Ik heb heel veel werk in, op Cirolo ook. En daar ben ik heel dankbaar voor dat ik dat heb daar ook. En dat zijn die cliënten, dat zijn mijn klanten. Ja. En die zorgen dat ik daar mag komen. Ja. En als je dan weer wat terug kan doen met het G-voetbal, Jaap Sterenberg Cup, ja. Dan vind ik het ook erg leuk als ik daar dan ben om ze door te entertainen. En Roelof de Groot, daar doe ik nu 10 jaar mee. Ja. Want Frans en Bert die komen niet mee op tournee. Die waren de starters op dat moment. Ja. En toen zijn we met Roelof ben ik wat weg gaan zetten. Dus nu zitten we voor DJ's gaan we dan. Jaap Sterenberg, dat is ook zo'n fenomeen. Ja, die zorgt er gewoon voor dat daar prachtige feesten zijn en ontstaan. Ja. Want hij vroeg ons ook, ik zit hier in zo'n rock'n'roll bed, spelletje van die oude lullen bij elkaar, weet je, allemaal 60 jaar muziek. Dus wij, de eerste donderdag in het nieuwe seizoen in maart, dan zijn we weer van de partij. Nou, dat, wat een feest. Ja. Dat is zo leuk met mooi, die jongens, hè, met die doe maar. Ja. Ja, maar dat is heerlijk. Ja. Onbevangen. Ja, onbevangen. Ja. Trouwens, hier het wijtje, hè, want we zitten er vlakbij in de buurt. Ja. Daar heb ik de Johnny's gezien, heb ik ze mogen aankondigen. Ja. Het was toen met de dorpskamer samen met Jan Andries en die verzorgde dat. God, wat heb ik gelachen met die gozer. Ja, Ronnie Rijssel is heerlijk. Ja, weet je, het punt is, Roelof en ik die doen het niet voor het geld. We vragen er wel een vergoeding voor, maar dat doen we voor een goed doel. We hebben daar nu misschien wel een paar duizend euro voor Bulgarije toen bij elkaar gezongen, opgetreden. Ja. Dat varieert van 100 euro zijn we nu ongeveer, tot als we met de discjockey meegaan. Dan krijgen we 300 euro voor het goede doel. En dan 3 kwartier treden we dan op samen. Ja. Maar nu doen we het voor Zilverschoon, voor de dagbesteding van Naomi. Omdat Roelof zegt, Arie, alles leuk en aardig. Ja. Jij hebt nu je Bulgarije projectjes hebben we het voor gedaan, maar nou wil ik ook wat. Dus nu in december kunnen we waarschijnlijk zo'n 1200 euro overmaken. Zo. Brengen bij de dagbesteding van Naomi. Naomi heeft daar een hele mooie bestemming voor. En de zorg is aandoenlijk. Ja. En als wij dan een beetje op die manier... Kijk, wij doen het ook voor ons eigen fun. Want we komen op plekken waar je normaal niet komt. En, we noemen het ook altijd uiteindelijk een meet en greet en dan even op de foto. En we hebben dikke schik, we blijven nog even een half uur, 3 kwartier hangen. En dat is leuk. Handtekeningen, moet je nog handtekeningen uitdelen? Handtekeningen soms, ja. Maar we zijn nu natuurlijk de kickstarters, want RNO Johnny's. We willen ook niet het management van de Johnny's in de weg doen, want straks moeten we een paar duizend euro afrekenen. Ja, precies. Dan, terwijl we zijn natuurlijk gewoon een playback act en we moeten zo min mogelijk meezingen. Maar nooit oneerbare voorstellen gehad, Arie? Nee, in de afloop niet. Ik zeg altijd wel... Wel tijdens. We krijgen allemaal slipjes naar ons toe gegooid. Maar die gooi ik met hem weer terug, want thuis kunnen ze toch niet aan. Ja, nee, maar dat is gekkigheid. Maar het is... We hebben onder elkaar natuurlijk dikke schik. Ja. Meestal, als je dat doet en je komt na je tijd iemand te spraken en je vertelt dat je het voor een goed doel doet, kijken ze je aan. Ja. En als je nog zegt dat toen die tijd voor Bulgarije dat er voor de kerk is, dan kijken ze helemaal aan. Want dan kunnen ze dat niet dat ik daar over mijn gele pak sta en dat ik ook niet met de kerk te maken heb. Maar ik vind dat we leven met elkaar en we moeten ook gewoon een feest van maken. Ja, precies. Waar het kan, hè? Ja, daar willen we voor opstellen. Ja, precies. En op de terugweg met z'n tweeën zingen, wij zijn de meisjes van Confectie Atelier. We willen naaien, wij willen naaien. Het bekende lied van Albert Mol. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Nou, die hadden we laatst ook. Ja, dan hadden we de jongens van de landbouwhogeschool die wouden maaien. Of zaaien. Ja. Zaaien, ja. En toen waren de meisjes van het confectieatelier die wouden dan naaien. Ja. Maar ze zongen een half uur tegen elkaar op. Ik denk, nou, dan wordt het tijd. Ja. Maar goed, daar is niet van gekomen waar ik bij was. Maar ik dacht bij mezelf, dat is wel, vroeger was het wat sneller allemaal. Ja, precies. Hadden we er wat tempo in zitten. Ja, precies. Als er om vroeger. Laten we zo stellen. Hé, hey, hoe lang ben je al lid van DVS trouwens? Ja, eigenlijk ben ik het 40 jaar, ja. Maar toen ik 16 was, of 17, toen meende ik op zaterdag te moeten gaan beunhazen bij mijn oom. Ja. En dan ga je werken. En dan denk je dan dat het is. Maar een half jaar later had ik me bij meneer Tomaat aan de Retiefstraat zat hij, dan kon je weer aanmelden. Ja. Dus zei ik, meneer Tomaat, ik ben er weer. Dus ik ben 25 jaar lid officieel met een speltje, zeg maar. Ja. Maar ik... Ik kan niet aan ons zorgen dat ik op de sportlaan heerlijk heb mijn ding kan doen. Ja. En samen met het meiden- en damesvoetbal doen we samen met Jan van den Berg, Ramon Krama en Bernard Krooij is er ook bijgekomen nu in de TC Vrouwen Dames, noemen we onszelf nu.
En ja, dat is een energiek groepje bij elkaar. Ja. Wat knap van zo iemand dat als Jan, ja. die in plaats van dat hij trainer is bij een hoofdklasse of wat dan ook, ja. wat hij ook kan of mag doen, dat hij dit oppakt. Dat vind ik wel mooi. Dit, Jan van den Berg, hè, de meeste mensen kennen hem niet. En ze kennen hem wel, maar niet wie Jan is. Ja. Jan is mijn inspirator om mij het damesvoetbal nu zo met elkaar te dragen, hè, als team zijnde. Ja. Want we hebben allemaal onze eigen kwaliteiten. Maar toen Jan me aankeek en zei, Arie, hier gaan we voor. Ik zei, dan gaan we voor 3 jaar, niet voor 1 jaar. Hier gaan we echt 3 jaar voor. Ja. Want dit moeten we echt goed neer gaan zetten met elkaar. Ja. En daar steken we ook veel tijd in. Ja. En ook bij het KNVB zijn we nu een pilotclub. Dus 26 zijn er in Nederland. Dus je hebt een regionale functie. Ja. Nou, en daar, maar Jan, die heeft zijn contacten. Ja. Vanuit zijn trainerschap. Ja. En die heeft zoveel kennis, voetbalkennis. Die geeft met zijn enthousiasme ons weer energie. Ja. En dan, dus je bent echt een team. Ja. En bij DVS heb je op zoveel posities, Wichel Zwart, Mark Tukker. En Aad Goos, die zijn dynamisch. Die gaan met elkaar, gaan we ergens voor als vereniging. Ja. Dan kan ik ook lekker tijd erin gaan steken. En ja. Dat ze tegen me zeggen, je bent hartstikke gek. En dat bleek nu toch ook weer, hè? Met die moeilijkheden met Bert en de selectie. Gaan ze er toch tegenaan en krijgen dat weer voor elkaar. Dat is leiderschap. Ja, dat is leiderschap. En je hoeft, wij zeggen vaak, je hoeft niet met elkaar allemaal eens te zijn. Want in een familie zijn er ook allemaal dingetjes. En dan ontmoet je elkaar af en toe eens op diverse posities. Maar dan hoef je niet samen te wandelen elke dag. Ja. En je hebt in de vereniging een aantal mensen waar je alles mee kan doen samen. Je hebt ook mensen die zeggen, nou laten we gewoon af en toe eens elkaar ontmoeten tijdens vergaderingen, voor de rest niet. Ja. Maar dat is ook goed, want de vereniging is heel groot. Ja. En met Aad heb je een leider. En je kunt voor zijn of tegen, of je kunt bijzonderheden aantippen. Maar keuzes durven maken, dat is al een kwaliteit. Ja. Dus ik vind het, persoonlijk vind ik het heel belangrijk dat er een leider staat. En veel energiek. Ja. En, dan, daar kun en een je voetbaldier, hè? Ja. Een voetbaldier. Ja. Dat moet erin zitten. Dat is Jan ook en dat ben jij ook. Ja. Maar ook als ondernemer. Ja. Ik moet kunnen schilderen, wil ik mijn schilderwerk kunnen verkopen. Dan moet je eerst, je moet het voelen, je moet het ruiken. Ja. En dat moet je ook op zo'n positie doen, weet je. Ja. En als je dan ook nog een keertje in Ermelo bent, die de cultuur kent binnen zo'n vereniging. Ja, dan heb je natuurlijk iemand waar je ontzettend veel plezier aan kan beleven. Ja. Heb je een leuke middelbare schooltijd gehad, Arie? Volgens mij wel. Heerlijk. Ja, je basis dat cabaret, is. Cabaret, daar had je het over. Hè? Dat was toch echt werkelijk een hoogtepunt altijd. Maar ook Piet, als je je dunk goed deed, hè, wat jij zei, hè, eventjes met basketballen. Als je het goed deed, kreeg je 10. Ja. En dan deed je hem helemaal perfect, dacht je dan, en dan zei je 9. En dan zei je, verrekken, 9 Piet. Ja, zei je dan altijd, en met die ene vinger die miste. Hij zei, meer vingers heb ik niet, dus het wordt een 9. Ja. Er heeft nog nooit iemand bij jou een 10 gekregen, volgens mij. Later werd het net 11. Oh ja. Maar weet je, ik speelde altijd met cijfers, weet je wel. Ik vond die hele cijfers cijfergedoe, dat vond ik eigenlijk helemaal niks. Maar goed, wij konden ze allemaal een 7 krijgen. Maar goed, Maar je eigen kinderen die zitten ook weer op Klein heeft dan VMBO. Kom je op dezelfde afdeling terecht, dan lopen daar weer rond. En dan lijkt het net, de tijd gaat zo snel, dat heb jij ook. Ja. Je blijft heel erg jong. Ja. Daar heb je rondgelopen. En daar ligt ook je basis. Ja. Mijn basis lag op de Peteringschool, met meester Bram Burggraaf, die kom ik tegen. En ook je familie, alles is je basis. Ja. En toen we 40 jaar bestonden, komt daar mijn familie en vrienden om me heen. En dat is mijn basis waarom ik ben geworden wie ik ben. En ik hoop zo te blijven. Ja. Dus vaak spiegel ik mezelf ook wel aan mijn vrienden. En Rinske zegt wel eens, Arie, je bent wel heel erg veranderd, want ik heb jou niet zo ontmoet toen je 25 jaar ben ik nu getrouwd. Ja. En dat klopt ook, want je verandert met heel druk. In welke zin veranderen? Kijk, de positieve inslag, die is altijd bij jou gebleven, dat weet ik zeker. Ja, wel, maar kijk, Rinske, die vindt mij nog wel druk. Ja, ook zo. Niet zozeer naar ADHD, maar wel heel druk, ben minder vaak thuis, omdat ik van de wereld ben. Ja. Dus in de zomervakantie heeft ze haar eigen man terug. Ja. Op het moment dat ik dan weer op pad ben, dan ben ik weer Arie van de buren tot Arie van de wereld. Juist. Maar weet je, ik heb denk ik geen aandachtverslaving, maar ik heb graag dat iedereen naar zijn zin heeft. Ja. En dan ben je druk. Ja. En dan, maar ik krijg zoveel energie van de wereld en ik krijg daardoor steek je ook makkelijker je hoofd boven het maaiveld. Ja.
En dat, zo'n figuur ben jij ook. En soms is dat, wordt dat in Nederland op een of andere manier niet geapprecieerd of zo. Of bij familie of kennissen. Van als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan zoek je aandacht tegen die mensen. Ja, maar dat is jammer, want ik probeer het wel te delen met elkaar. Weet je? Dus als je het samen doet, kun je met z'n allen samen profiteren van, die precies, leuke momenten. Precies. En kijk, zoals een DVS-TV. Als er zo'n idee komt, dan vind ik dat geweldig. Ja. Jij steekt je tijd in, dat vind ik al geweldig mooi. Het is iets nieuws en het geeft er energie en heel veel mensen kunnen daar weer plezier aan beleven. Ja. Jij bent de zevende klant, Arie, en je bent notabene sponsor. En we hebben twee keer een poging gewaagd. Twee keer op vrijdag kom ik voorrijden en was dat ding weer leeg. Dat lag dus achteraf toch een beetje aan mij. Maar goed, vandaag lukt het en ben ik zielsgelukkig mee. Ja, dat is wel erg leuk. Ik vind het leuk. Bedankt voor de uitnodiging. Ja. Want er wordt in dit soort dingen natuurlijk niet geknipt. Nee. En dat maakt het ook speciaal. Ja. Weet je? Je praat met je hart. Ja. En dingen die je benoemt, die een beetje raar klinken, die komen ook gewoon door. Ja. Maar dit zijn ontzettend leuke initiatieven. En ik kan alleen maar hopen dat in de toekomst we met z'n allen blijven bruisen bij DVS. En dat het ons brengt wat we willen, maar vooral ook plezier. Ja. Is er nog een onderwerp wat niet aan de orde is geweest? Waarvan jij zegt, hé, dat wil ik nog wel eens even kwijt. We hebben natuurlijk over de jeugddiaconie gehad. Ja. We hebben het over de kickstarters gehad natuurlijk. Ja. Nou ja. Nee, ik denk dat we een behoorlijk mooi beeld krijgen. Ja, we hadden nog wel met z'n tweeën kunnen zingen of zo. We hadden zeker zo. Ik kan het niet. België, weet je wel. Piet, als ik jou herinner, ik met die drumlessen. België. Ja. Doem. België. Geweldig. En vriendschap is een illusie. Ja, dat was echt ook mijn tijd met mijn Nederlandstalige popband, met Stennis. Hè. Ja. Weet je nog dat... dat we toen in die gymzaal hadden we toen, hoe was die ook weer, die laatste op het weidje was? De dijk. De dijk kwam toen. En dat was met de NCFV zo'n ding. Oh, was jij thuis, ook ja, thuis aan. En dan kwam hij met de touw door de zaal heen. Ja, dat zijn toch gouden momenten. Uniek. Dat je dat in Ermelo te pakken had. Zo heb ik mijn gymzaal nog nooit meegemaakt. Echt. Ja, maar dus ik zat ook echt midden op de dag al aan de whisky en zo. Ja, dat was hoort zo. Volkomen normaal, dat hoort zo. Ja, ja. En toen was ik dat helemaal vergeten. Dus toen kwam ik met zo'n strot de lerarenkamer in. Maar een beetje vreemd. Jij was ook anders dan de rest, denk ik. Ja, heerlijke eigen. En dat is ook de basis. En lekker genieten. Ja, maar dat nemen wij mee met ons. Precies. Dus het is besmettelijk. Zo is dat. Ik vond het zeer plezierig. Nou, leuk. We zullen het zien later wat we hopen dat het gelukt is. Okay. Ja. Bedankt voor de uitnodiging. En succes met verder met de opname. Werk ze nog even en een heel goed weekend. Dankjewel. Hoi. Oké. Okay. Doei. Arie van Buren. Frappant figuur, hoor. Jongen. Dat is me er wel een. Nou, hij heeft DVS wel heel veel. Pure kwaliteit. Echt. Echt. Puur. Fantastisch, dit was het weer. DVS, rij mee met DVS TV.